Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben met Nessie onderweg naar Amsterdam. Het is echt fucking vroeg. We hebben eigenlijk heel weinig geslapen. En wij hebben straks dus opnames met Keizer. Ik weet niet of jullie het kennen, maar het heet Beter dan je moeder. En dan moet je dus koken tegen Keizer. Eigenlijk moest Nessie tegen hem koken. Maar Nessie wil een keer winnen van Keizer, want hij is echt competitief. I brought the big guns. Dus Nessie heeft mij meegebracht, maar ik zei net nog tegen Nessie, allemaal leuk en aardig dat ik er natuurlijk mee kom. Maar jullie weten hoe slecht wij zijn in het bakken van taarten en zoetigheid en zo, omdat ik het nooit doe. Dus stel je voor dat hij opeens een opdracht krijgt met bak en taart of zo, ja, dan gaan wij zeker verliezen. Dan maakt het niet uit, dan gaat het gewoon om de fun. Ja, dus maar ik hoop dat het iets hartigs is. Als we gewoon eten moeten maken, dan moeten we ook. Zodat wij een beetje kans maken. Maar ja, we hebben dus net een koffietje gehad. En ik heb mijn juice mee, die ga ik zo ook even drinken. En ja, dat was het. Wou ik nog iets melden? Ja, ik wil nog iets melden. Ik heb vanochtend mijn haar gewassen, want ik was natuurlijk gisteren bij de krullenkapper. Ik heb vanochtend mijn haar gewassen, omdat ik heel erg benieuwd was hoe mijn haar er dan uit zou zien. En ik heb natuurlijk heel andere producten dan de kapper daar. Dus je ziet gelijk een heel groot verschil. Ik zie echt een groot verschil. Alsnog is mijn haar veel zachter met de proteïnebehandeling en zo. Maar ik heb heel andere producten. Want ik weet dat zij die Defa Curl of zo gebruikt. En die heb ik natuurlijk niet. Ik gebruik heel andere producten. Dus ik ben over aan haar denk om dat ook te gaan aanschaffen. Maar dit is dus mijn haar. Oh ja, vandaag komt mijn eerste snotneus. Echt? Really? Cool. Hij zit heel te gezoen. Er komt water uit mijn neus de hele tijd. Vandaag komt mijn eerste Marrakesh-vlog online. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb me echt doodgelachen bij het editen. Wanneer komt jouw Marrakesh-vlog hoor? Lekker nest bij terug. Altijd als Nessie zijn neus zeg maar snuit. En ik zeg hou ermee op. Want als hij één keer doet, dan doe je echt heel lang over. Zegt hij, ja nee, er komt water uit mijn neus. Of nee, ik heb een korstje in mijn neus. Hij heeft nooit snot. Dat is of water of een korstje. Wat de fuck? Maar het is oprecht zo. Wat is oprecht zo? Je hebt toch geen kraan? Kom water uit. Het is gewoon snot. Nee, het is water. Wij zijn in Amsterdam aangekomen. En het begint hier gewoon te sneeuwen. Niet normaal. Het is zo koud ook. Amsterdam is trouwens echt zo fotogeniek. Het is niet normaal. Uiteindelijk parkeerplek gevonden, maar echt kapot krap. Zo eng aan het water. Echt eng, hè? Dat ja, water. Niet normaal. En het ja, sneeuw is echt nog 10 keer erger geworden. En ik heb hakken aan. Nu is de vraag of ik eruit kan. Was oh, dat is vet eng. Oh, jongens, het is niet normaal. Mijn hele jas gaat helemaal nat worden. Pas op, ik heb hakken aan. Ik moet niet uitgelijk liggen en als die vasthouden. Maar wel heel mooi. Maar romantiek. Wij zijn nu eindelijk aangekomen op locatie. En jullie gaan nooit raden wat wij moeten maken. We moeten gewoon een valentijnstaart maken. Ja. Ga je winnen, Nes? Hè? Ga je winnen? Ik wou je net vragen. Dat moet je bij andere mensen doen. Dat moet je niet bij mij doen. Dat weet ik wel allemaal. Zo, we zitten nu te wachten op de jury. Ja, nee, ik zit hier bij de enige verwarming die we hebben. Oh, niet te lang. Ik wacht nog één dag en ga ik niet zo'n week zitten. Ik denk dat dat fuck je. Nee, maar één dag of zo gewoon. Ja, gezellig. Zou hier een goede plek zijn hoor. Weet je hoe leuk een beetje gay bij. Een beetje gay is oké. Oh. Hey, maar Keis. Heb je nog iets te promoten ofzo? Dit is een andere kijkdoelgroep hè. Dit zijn allemaal vrouwen die kijken. Jonge meisjes. Wil je iets promoten in een vlog? Kijk naar Beter dan je moeder natuurlijk. Kijk naar Beter dan de rest. Kijk naar Beter dan de rest 2. Super gaande. Beter bekend als Versus. Ja? Yes. Eindelijk. Wij gaan winnen. Nou, inmiddels zijn we net klaar, maar het is zo glad. Oh mijn god, zie. Oh my god. Het is echt eng. Wow. Horen jullie dat? Oh, ik ben zo bang.
het geluid gewoon helemaal door. Nou, wij zijn dus net klaar en ik zei van tevoren al van oh, als het maar geen taart is of zo. En wat moesten we maken? Een Valentijnstaart. Ja, Allah, je zei het nog, man. Maar ja, goed. We hebben ons best gedaan. Het ging eigenlijk best wel goed. Ik ga nog niet zeggen wie de heeft gewonnen, dus in de aflevering. Maar ik vond het wel echt heel gezellig en ik vond het echt vet grappig hoe Keizer de hele tijd boos werd. Want elke keer mist hij een ingrediënt. Maar goed, het zien jullie allemaal in de aflevering. Wij zijn nu onderweg naar een restaurantje. We hebben een Libanese restaurantje uitgekozen, want we hebben echt heel veel trek. En daar gaan we nu heen rijden. Alleen het is echt heel glad op de weg, niet normaal. Het is echt niet normaal. Wij zijn bij restaurant Noor en ik weet nou niet of het dezelfde is als die ik ken, maar ik ken er eentje van vroeger. Van Utrecht was het volgens mij. Nee, van Den Haag. Maar die was Irakees en hier staat Libanees. Dus ik ga hem even uitproberen. Leuk, hè? Libanani. Oké, jongens, ik ga even voor iets anders wat ik zeg maar niet bij een restaurant in de buurt ook kan bestellen. En dat is tepsi. Het is een traditionele Irakese pangerecht met gehaktballen, aubergine, paprika, tomaten en uien. En dan krijg ik rijst en salade erbij. Het ziet er zo goed uit hier eigenlijk. Kijk, ze hebben hier dus huisgemaakte ayran. En deze ayran is dus met munt. Dit zijn onze voorgerechten. Lekker tabbouleh, tzatziki en een slaatje. Dankjewel. Lekkere thee. En we hebben hier een ander soort brood. Oh, dat is zo lekker warm, Nessie. En zacht, ja echt. Zo, ik heb tepsi en Nessim heeft lekker kabak en tikka. Wij zijn nu in Zaandam bij de Zara en we hebben weer een beetje geshopt in de sale. Nessim heeft een nieuwe jas, hij was zijn jas vandaag vergeten aan te doen. En hij heeft zo'n clipshoot zo. 25 euro, zoens. Hij heeft een clipshoot zo in Zaandam. En hij heeft maar even snel een jas gehaald. Ik heb gewoon een paar truitjes gehaald, gewoon echt heel erg basic. En ja, dat is het eigenlijk. Wij zijn inmiddels in Zaandam. Het is echt vet donker. Maar we zijn hier nou op een locatie waar straks een videoclip gaat opgenomen worden. En oeh, gaat het? Stukjes zegt ze. Ik vind het leuk om in sneeuw te rijden, zegt hij. Serieus? Nou, mag je ons volgen? En Nessim gaat me even naar de uitgang brengen. Want het is echt heel glad om te rijden. En daarna ga ik even gewoon even doorrijden naar Rotterdam. En dan blijft Nessim hier samen met QC voor de videoclip. En ja, ik moet eigenlijk heel snel naar huis, want ik moet dus Dina nog naar de dierenarts brengen voor controle. En ik ben bang dat ik het niet ga redden. Een beetje een lange dag geweest. Maar waar zijn ze nou aan het opnemen dan? Want je ziet iemand niks. Ik weet echt niet, boentje. Maar waarom stond QC daar gewoon random? Hij was er al toch? Maar heeft hij ze gezien dan? Want hij zat er gewoon alleen. Maar weet hij ook niet wat hij moet doen. Ik ga stuk. Woehoe, ik vind het zo eng. Jongens, het is echt zo eng om hier te rijden. Dat is niet normaal. Oh. Ik ben net geparkeerd. Ik moet even snel naar boven om Dina op te halen. Want de dierenarts gaat over een kwartier sluiten. Ik heb het net gehad. En dan breng ik haar heel snel naar de dierenarts voor de controle. En dan ja, ga ik snel door. Hi mijn kleine baby. Hoe gaat die met jou? Hoe gaat die? Ik kan jou ophalen. Ik ben nu bij de dierenarts. Met Dina. Hi, liefie. Net thuis van de dierenarts. Ik dacht, ik ga even langs de dierenarts heen. Maar dat was zo zielig. Want er waren voor ons. We hadden dus andere mensen. En voor zij moesten ze dieren in laten slapen of zo. Het was echt heel erg sneu. En op een gegeven moment hoorde ik, want er was een moeder met twee dochters. Hoorde ik dus twee dochters echt heel hard huilen. Toen dacht ik, oei, wat is hier aan de hand? En toen werd ik daar echt heel erg verdrietig van. Ik had gewoon opeens een dikke mood switch gewoon. En toen zag ik ze dus naar buiten gaan zonder een dier. Dus ik vond het echt zo zielig. Ze waren echt helemaal aan het huilen. Dus ik heb ze maar sterkte gewenst. Maar ik vond het echt, oh, zo snel. Ik dacht, ik ga even naar de dierenarts. Maar ik ben nu echt, ja, ik voel me nu echt gewoon een beetje zo, ja, ik weet niet. Gewoon een beetje down of zo. Als je zo om je heen mensen hebt die helemaal aan het huilen zijn omdat hun dier is overleden. Ja, dan voel je je toch echt wel een beetje rot. Het is zo koud buiten, jongens. Het is niet normaal. Het stopt ook gewoon helemaal niet met sneeuwen. Ik denk dat ik zo lekker een warme douche ga nemen. En dat ik dan lekker op de bank gewoon pleur. We hadden net dus bij de Libanees gegeten, maar
we hadden het helemaal niet opgegeten. En we hadden het eten toch wel meenemen, dus die hebben we meegenomen. Dus die ga ik straks denk ik ook opwarmen, want ik heb er echt heel veel zin in. Maar eerst even lekker een warme douche. Ik heb trouwens net een pakket opgehaald bij de buren. En ik gleed toen echt bijna uit, niet normaal. Maar trouwens, ik heb het niet verteld, ik ben dus aan de dierenarts geweest, maar met Lira. Of ja, met Dina gaat het dus echt heel erg goed. Ze heeft vanochtend een pijnstiller gehad, ze heeft net nog een prikje gehad. En het gaat echt super goed met haar. Niks aan de hand. Maar ik was een beetje down door die andere mensen. Waardoor ik zelf ben vergeten om te vertellen hoe het met Dina eigenlijk gaat. Maar zoals ik zei, ik ga nu even snel een douche nemen. Het gevoel dat je thuis bent en dat je weet dat je nergens meer naartoe hoeft, is echt super heerlijk. Ja, ik ga gewoon lekker een hele lange douche nemen. Daar heb ik echt zin in nu. Mijn handen zijn koud, mijn voeten zijn koud, mijn neus is koud, alles is koud. Ja. Dat is best wel een lange dag, man. Maar is het ook echt helemaal niet meer. Ik heb lekker een bordje opgewarmd en die ga ik nu eten na het douchen. En ik kijk naar 90 Days Fiancé. Ik vind het echt een leuk programma. Ik zit nu lekker op de bank met Dina. Hi baby. Op een of andere manier heeft Lira een beetje afstand van haar genomen. Want Lira, die zit hier de hele tijd. Als ze in de buurt komt van Dina, ik weet niet, misschien ruikt ze een rare geurtje of zo bij haar. Dan gaat ze lopen blazen. Mag Lira jou niet meer? Oké, Lira is eindelijk naar me toe gekomen. Hi baby. Maar Dina is nou weg, ik ga stuk om hen. Inmiddels is het best wel laat en Essam is nog niet thuis. Hij moest 5 uur lang wachten voor de clipshoot. Dus ik denk dat ik zo even naar bed ga. Ik ga even mijn gezicht zo helemaal goed reinigen en dan ga ik gewoon rustig gaan naar bed. Maar ik voel me echt zo slecht vandaag. Als niet, ik ben ziek of zo, maar mijn energielevel is gewoon echt zo erg laag. En ik heb nu al 2 dagen geen sapjes gehad. En ik denk dat het echt daaraan ligt. Gewoon dat ik het meteen voel als ik iets slechter eet of drink. Dus ik heb besloten om gewoon voor slapen te gaan. En dat is eigenlijk niet echt de bedoeling. Want het laatste sapje dat ik mag drinken is om 8 uur of 7 uur. Maar ik wil het gewoon heel graag. Dus ik ga deze even drinken. En dan ga ik daarna... Ik ga even een serie kijken. Ik ga deze drinken. Daarna ga ik even snel mijn gezicht reinigen. En dan ga ik gewoon rustig gaan naar bed. Morgen moet ik vroeg opstaan, want dan heb ik andere afspraken. Maar dat zien jullie morgen weer. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei!